We gaan met elkaar lezen uit Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën 9. En we gaan niet dat hele stuk lezen. Het is best wel een lang hoofdstuk. We lezen dan vanaf het 11e vers. En we lezen daar in Hebreeën 9 vers 11. Maar toen is Christus verschenen. Dat is alleen al zo mooi, hè? Maar we hebben al over gepreekt. Dus dat mag ik helaas niet nog een keer doen. Maar dat is zo'n tekst en weer drie keer over preken. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Die niet met handen is gemaakt. Dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd binnengegaan. Hou dat ook even vast, voor eens en voor altijd. In het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar, de mediator, staat er in het Engels, mooi hè, van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. We hebben ook toen een preek over gehouden, was het thema, hè? Niet zonder bloed. Staat op internet. Prachtig om nog eens na te luisteren. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk. Terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. Dat is ook een thema, weet u nog? Alles onder het bloed. Al die elementen werden besprenkeld. Daar kun je op zoeken. Alles onder het bloed. Dat was toen het thema van die preek. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dat is ook wat, hè? Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen, voor ons. En dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom moest binnengaan met bloed dat niet van hemzelf is, want dan had hij vanaf de grondlegging der wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. We lezen tot zover uit Gods woord en de tekst voor de prediking vindt u in het 27e en in het 28e vers. En daar lezen wij, want zoals het voor de mensen beschikt is, andere vertaling zegt, het is de mens eenmaal gezet te sterven. Gezet is dan vastgezet, vastgesteld dat ze moeten sterven. Zoals het voor de mensen het lot is, beschikt is, dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden
door hen die hem verwachten tot zaligheid. Ik kan me voorstellen dat vooral die laatste regel een beetje moeilijk is. En na de preek, als je goed luistert, dan begrijpt u wat ermee bedoeld wordt. Geliefde broeders en zusters, wat een thema. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We gaan het vandaag dus hebben met elkaar over sterven en over het oordeel. Dus luister goed, want dit zijn nogal thema's waar we het met elkaar over gaan hebben. Het is weer een tijdje geleden dat we hebben gesproken over die prachtige Hebreeënbrief. En als ik hem dan weer zo lees, een stukje daarvan, dan denk je van, oh ja, oh, dat hebben we besproken. Dat was zo'n mooie openbaring, dat was zo fijn. En als ik het nog wel eens teruglees, dan denk ik, oh, heb ik dat toen gezegd? Dat weet ik niet eens meer. En dan zeg ik, oh, wat fijn om dat nog eens na te lezen. Misschien weet u nog wel, toen we het de laatste keer hierover hadden, toen heb ik die bloedgroepen laten zien. Die verschillende bloedgroepen, die plaatjes van die verschillende bloedgroepen die er zijn. Ook uitgelegd dat als je een bloedgroep hebt, dan zitten daar, als je daar helemaal op inzoomt, zit op die bloedcel. En die kenmerken van, waar die kenmerken van die bloedgroep in zitten, daar zitten eiwitten op, eiwitpuntjes. En die zorgen ervoor dat niet elke bloedgroep op de andere bloedgroep past. Die eiwitpuntjes die stoten dat dan af. Misschien weet u dat nog wel. En nou is er één bloedgroep waar die eiwitpuntjes ontbreken. En dat was zo mooi, vond ik zo mooi zelf. Dat was bloedgroep O negatief. Daarom heet je ook negatief, met dat streepje. Daar zitten die eiwitpuntjes niet aan. En dat betekent dat die bloedgroep gebruikt kan worden voor al die andere bloedgroepen. Dat is bijzonder. En dat, heb ik toen gezegd, is het beeld van de Heer Jezus Christus. Zijn bloed is geschikt voor iedereen. Als je mij zou vragen welke bloedgroep had Jezus, dan weet ik bijna zeker dat die bloedgroep O negatief had. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Dat hebben we ook nog gezien, die bloedgroep O. De O staat dan in dat voorbeeld voor omega. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. Zijn bloed is volkomen geschikt voor alle mensen. We hebben er net ook in het prachtige lied van gezongen. Het bloed van Jezus spreekt voor mij. En gemeente, dat bloed van Christus is zo volkomen, is zo puur, is zo heilig, dat één druppeltje van dat bloed van Christus meer kracht heeft dan alle zonden van alle mensen van de hele wereld, van alle tijden en van alle plaatsen, van het verleden, van heden en van toekomst. Zelfs de zonden die nog in de toekomst zullen gebeuren, dat is geen aanmoediging om maar te gaan zondigen. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar het bloed van Christus is zo krachtig, zo geconcentreerd, dat één druppeltje van zijn bloed genoeg is voor de zonde van de hele wereld. Inclusief Hitler, inclusief alles wat daar gebeurd is in die oorlog, inclusief al die concentratiekampen, die vreselijke beulen. En we hoeven niet eens 70 of 80 jaar terug. We kunnen kijken naar wat er nu gebeurt. Er zijn al vele honderdduizenden doden gevallen in die vreselijke oorlog in de Oekraïne. En dan toch het geloof dat het bloed van Christus voldoende is om alle zonden te verzoenen. En dan zelfs nog van de zonden die mensen gaan doen. Want weet je wat het is? En nogmaals, dat is geen aanmoediging om te gaan zondigen. Ik kom er straks wel eventjes op terug. Maar dat moet wel zo zijn. Dat is ook zo, want toen de Heer Jezus stierf, al onze zonden die wij gedaan hebben, waren allemaal toekomst voor hem. We zijn al meer dan 2000 jaar verder. Dat was allemaal toekomst. De Heer Jezus heeft maar 33 jaar hier op aarde geleefd. En daarna was alles toekomst. En toen gaf hij zijn bloed. En al die mensen gingen daarna in de toekomst allemaal nog
zondigen. En dan zegt dus die Hebreeënbrief, die schrijver van de Hebreeënbrief, weet niet helemaal zeker wie het is. Maar die zegt dus in Hebreeën 9 vers 26, hij is bij de voleinding van de eeuwen, en daarom heb ik dat toen genoemd, het thema van de preek, het hoogtepunt van de geschiedenis. De voleinding van de eeuwen is hij eenmaal, en daar stond het Griekse woordje, en dat betekent het Griekse woordje hapax, en dat betekent voor eens en voor altijd, ik heb hem ook, oh, ik heb, ja, ook het Engels erbij gelukkig, ja. Hij voor eens en voor altijd is hij gekomen op dat hoogtepunt van de geschiedenis. En dat is belangrijk, geliefde, want als wij elke keer weer vergeving zouden moeten vragen en de Heer Jezus zou elke keer weer moeten komen om onze zonde weer opnieuw te vergeven, ja, dan zou hij elke keer moeten komen om te lijden en te sterven. Dat was nou juist wat die schrijver naar voren brengt van de Hebreeënbrief. Die zegt van ja, maar zo was het bij de hoge priester in de tempel en in de tabernakel. Ja, die moest elke keer weer terugkomen. Elk jaar met grote verzoendag. Maar ja, vergis je niet, het hele jaar door werden daar offers gebracht. Hadden ze weer wat verkeerds gedaan? Oh, nou, het stond in de Torah, moet een offer gebracht worden. Stond precies bij wat je dan moest gaan offeren. En dan gingen ze weer met een schaapje. Nou, er bleef niet veel van de kudde over. En dan moesten ze weer, en dan een duif, en dan een graanoffer, en dan een reukoffer, en dan een spijsoffer. Allerlei soorten offers. En dan moesten ze weer. En we hebben het toen met een ja, soort van grapje gezegd. Dan zag je de buurvrouw weer lopen met een schaapje. En dan wisten wij weer van, hoe laat het was. Dat was weer niet best geweest. Ze is weer in de zonde gevallen. Ja, dan ging je dan weer een schaapje weer, richting de priester. Ja, en dan zag je een buurman lopen. Oh, is hij zover? Ja. Het is wat, hè? Ja. Er was geen eind aan. Als je leest hoeveel duizenden dieren er geofferd werden. En dan was het ook nog eens zo dat dan voor de zekerheid, noem ik het dan maar even zo, één keer per jaar, ja, als je wat vergeten was, of je had niet goed opgelet, of je dacht, ik heb er niet zoveel zin in om dat schaapje te brengen, Dan ging één keer per jaar die hoge priester in een speciaal tuniek. Het heilige der heilige binnen, dat mocht maar één keer per jaar op Yom Kippur, grote verzoendag. En dan sprenkelde hij overal dat bloed. En vooral daar bij die ark sprenkelde hij dat bloed tot volkomen verzoening van alle zonden van het hele volk, inclusief van hemzelf. Want ja, deze hoge priester was niet volmaakt. Aaron was niet volmaakt, zijn zonen niet volmaakt. Nageslacht niet volmaakt. En dan moesten ze voor zichzelf gaan offeren. En voor het hele volk. En dan was het afwachten. Krijgen we de zegen van God mee naar huis. En dan kwam die zegen als het was aanvaard. Als het allemaal precies volgens de regels was gegaan. Dan kregen ze die woorden van de hoge priester. Toen ze handen uitstrekte over het volk. De Heere zegen u. En hij behoede u. En de rest kent u. En nou zegt dus die schrijver van de Hebreeënbrief, maar Christus is voor eens en voor altijd gekomen. Hij is voor eens en voor altijd, ja, niet het gewone aardse heiligdom ingegaan. Niet de aardse tempel ingegaan, daar was Jezus wel. Maar daar heeft hij niet dat offer van hem gebracht. Hij heeft het offer gebracht op Golgotha. En toen is hij met dat bloed is hij in de hemelse tempel gegaan. In de hemelse heerlijkheid. In het heilige der heiligen. Met allemaal uitroeptekens en hoofdletters. Daar is hij met zijn bloed binnen gegaan. En hij heeft dat bloed aangeboden aan zijn vader. En de vader heeft dat voor eens en voor altijd aanvaard, geaccepteerd als het volmaakte offer. En daarom zijn al die andere offers overbodig geworden. Dus alles wat wij doen om ons nog te offeren aan God is overbodig. Toen Maarten Luther tot geloof kwam, althans net voordat hij tot geloof kwam, moet ik eigenlijk zeggen, deed hij als echte Rooms-Katholieke man, deed hij zijn vreselijk zijn best om zichzelf aangenaam te maken voor God. En hij dacht, ik moet iets verzinnen om God tevreden te stellen.
Want ik ben een zondaar. En dat voelde hij wel. De Heilige Geest had hem overtuigd van zonde. En hij dacht, ik ben zo'n zondaar. Ik weet niet waar ik met mijn zonde naartoe moet. Dus hij begon zichzelf maar te slaan. Met zwepen en zijn rug lag kapot. En hij ging op een gegeven moment de Sint-Pieter in Rome. Ging die beklimmen, die trappen ging die beklimmen op zijn knieën. Zijn knieën helemaal kapot. Hij dacht, dan ziet God wel dat ik het echt meen. Dat ik spijt heb, dat ik berouw heb. Dat ik mezelf zo graag wil veranderen, verbeteren. Maar het lukt me niet. Wat Paulus zegt, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Dat voelt hij ook. Totdat hij uiteindelijk de Romeinenbrief ging lezen, te pakken kreeg. En eigenlijk voor het eerst in zijn leven echt ging lezen met geestelijke ogen. En hij las die woorden, de rechtvaardige zal door het geloof leven. En toen dacht hij, wat? De rechtvaardige zal door het geloof leven. En toen begon God te spreken, want heel die hoofdstukken spreken daarover, dat het niet gaat door de werken van de wet, maar dat het gaat door genade, door het geloof. En dat gecombineerd, het moet gecombineerd zijn, hè? Gods genade moet geloofd worden, moet aanvaard worden, geaccepteerd worden. En zo krijg je toegang door het geloof tot die genade waarin wij mogen staan. En zo ontvangen wij eeuwige zaligheid en eeuwige redding. Petrus zegt het ook zo mooi in 1 Petrus 3 vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Zie je, dat is één keer gebeurd. En jongens en meisjes. Dat betekent dat je ook maar één kans hebt. Het is één keer gebeurd. Ik zal het straks uitleggen. Want dat is het punt. De Heer Jezus is één keer gekomen om te sterven. Heeft hij één keer gedaan. En daarom noemt hij die tekst ook die we vandaag met elkaar gaan bespreken. Dat hij zegt, ja, want het is de mens gezet om één keer te sterven. En daarna het oordeel. Met andere woorden, de Heer Jezus is één keer gekomen. Hij is volkomen mens geworden. Hij gaat niet nog een keer mens worden en nog een keer sterven. En heb je weer gezondigd en nog een keer mens worden en nog een keer sterven. Nee, het is de mens gezet. Het is voor de mens bepaald om één keer te sterven. En daarna staat het oordeel vast. Onze broeder vroeg net, worden we dan geoordeeld? Daar krijgt hij straks antwoord op. Maar even dat je dit snapt. En dat zien we bijvoorbeeld in het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. Misschien heb je het verhaal wel eens gelezen. Nou, die arme Lazarus, die eet maar een beetje van de kruimels en de stukjes brood die op de grond vallen. Die man die zit onder de ziekte, onder de ellende. Maar hij is een godvrezende man. Hij dient God. En hij overlijdt. En hij slaat zijn ogen op in de hemel. En hij mag in de armen van Abraham zijn. Weet je niet precies hoe het allemaal letterlijk zal zijn straks. Maar in ieder geval, u kent dat verhaal wel. En hij is in de eeuwige heerlijkheid. En die rijke man die hele tafels vol had met eten en drinken en wijn en noem maar op. En die in het leven had neergekeken op die arme Lazarus. Die gekke arme bedelaar. Waar die niks van gaf. Die had hier in het leven zijn plezier en zijn lol en zijn wijn en zijn drank en rijkdom. Maar hij kende God niet. En hij overlijdt ook. Want ja, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En hij slaat zijn ogen op in de hel. En dat is zo'n vreselijke plaats. Dat hij al na een paar seconden zegt, mag ik wat water? En dat hij dan te horen krijgt, ja, maar er is hier geen water. Ja, maar kan er iemand komen om mijn lippen dan even nat te maken? Want ik word gek van die droogte, van die hitte. Ik leid smarten in deze vlam. En dan krijgt hij het antwoord, er is hier geen water. En dan zegt hij, ja, maar dan moet het verteld worden tegen mijn broers die nog leven. Dat ze zich bekeren, dat ze niet in zo'n vreselijke plaats komen waar ze hier zijn. En dan zegt God, of degene die daar bij hem is, die zegt, ja, maar dan gaan ze nog niet luisteren. Al zou er nou iemand uit de hel daar naartoe gaan om ze te vertellen, opstaan uit de dood en ze gaan waarschuwen, ze geloven het dan nog niet.
Wat denk je, al die mensen die nou wat spotten zijn met God en hem belachelijk maken en daarna van Jezus misbruiken, noem maar op. Denk je nou echt dat er iemand dan zou zijn die dan zou zeggen, ik geloof het, want jij bent in de hel geweest, jij hebt dat verhaal verteld. En dus ze zeggen gewoon, ik geloof het niet. Er zijn zat filmpjes op YouTube van mensen die visioenen hebben gehad. Dat ze in de hel zijn geweest, in de dromen. Dat ze het echt hebben zeggen, we hebben het echt meegemaakt. En dat ze zeggen, ik wil jullie waarschuwen. En dan zeggen ze het in zo'n filmpje van, denk erom, het is echt. God heeft het me laten zien, ik ben er zelf geweest. Ik heb het gevoeld, ik heb het gezien. God heeft ze teruggestuurd, bijna doodervaring, wat het ook precies geweest is. En mensen halen de schouders over op en ze beginnen te lachen. Ze geloven het niet. Gemeente, dat verhaal van Lazarus en de rijke man, dat wil zeggen dat als je sterft, we weten niet precies hoeveel tijd er zit tussen dat sterven en dat eindoordeel, dat is weer wat anders, dat zal ik straks nog even uitleggen. Maar wat we wel zien in dat verhaal van Lazarus en die rijke man, dat is dat het wel bepaald is als je sterft, dan wordt het bepaald. Er komt wel een eindoordeel. We lezen in de Bijbel dat de doden zullen opstaan uit de graven. Helemaal aan het einde, na het duizendjarig vrederijk. Dan komt er nog een stuk verzet van de duisternis. En dan worden er nog heel veel mensen verleid. En de volkeren zullen tegen Christus nog gaan vechten. En dan komt het grote eindoordeel. Dan gaan alle graven gaan open. Welke volgorde dat precies is, laten we nu allemaal rusten. Dat is ook beter daar maar een deel van. Maar er komt een groot moment van oordeel. We hebben er net van gezongen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Gemeente, dat gaat komen. Twijfel er maar niet aan. Alles komt uit wat Gods woord heeft gezegd. Hij komt om de aarde te richten. Dan komt dat oordeel. Dat is het grote eindoordeel. En dan zal er worden afgerekend met Satan, met al zijn volgelingen en met degene die de leugen hebben lief gehad. Alleen als je nu sterft, dan is het wel bepaald waar je naartoe gaat. Er is niet een tweede kans. Jongelui, jullie gamen misschien wel eens. En dan heb je elke keer weer een ander leven. Of je krijgt 5 nieuwe levens. Beetje dwaas, maar goed. 5 nieuwe levens. Ja, en dan ga je weer. En hoogstens zeg je, hè, van ja, ik ben weer, ja, meestal gebruik ik een ander woord. Maar ik ben weer dood. Oh, jammer dat ik verloren heb. Maar je begint gewoon weer opnieuw. Je start de game opnieuw op en je begint weer opnieuw. Je hebt weer zoveel levens. Ja, maar lieve mensen, besef je goed, het leven is geen spel. Het leven is geen game. Als we sterven is het game over. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan is er niet nog een leven. Dat is de ernst van de prediking van vandaag. En dan moeten we vandaag elkaar de vraag stellen. Lieve mensen, jong en oud. Want ook jonge mensen kunnen sterven. Dan moeten we elkaar de vraag stellen. Als er wat gebeurt wat we niet hopen. We hopen dat je boven de 95 wordt. Maakt mij niet uit. Ja, ik gun je een heel lang gelukkig gezond leven. Maar de vraag is wel, jong en oud. Je houdt het misschien niet voor mogelijk dat ook jonge mensen kunnen sterven. Maar het gebeurt. Door een auto-ongeluk, door iemand anders die niet goed oplet. Zelfs door ziektes. Ja, goed, dan mogen we geloven dat we daarvoor mogen bidden voor genezing. Dat er herstel voor is. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Vroeger zeiden we, oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En dan is het game over. We hebben maar één leven. En dan moet je het weten waar je naartoe gaat. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dus daarna ligt het vast oordeel, dat woordje wat daar staat, is misschien interessant, want dat woordje kennen wij allemaal, het Griekse woordje. Dat er staat is crisis. Crisis. Dat kennen we wel. Alleen de betekenis is in onze tijd een beetje veranderd. Als we zeggen het is crisis, dan is er een hoop ellende aan de hand. Dan is het crisis. Maar de oorspronkelijke betekenis van het Griekse woordje crisis betekent scheiding.
dat er duidelijkheid komt. Dat er een schifting plaatsvindt. En de Bijbel spreekt erover, ben je een schaapje of ben je een bok? Hoor je bij de Heer Jezus of niet? Die schifting die vindt plaats. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna vindt direct die schifting plaats. Daarna is het gelijk helder. We moeten het weten, geliefde. We moeten met de psalm kunnen zingen, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Niets maakt mijn ziel bang, betekent dat. We moeten het weten wat we net gezongen hebben. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij is daar zijn gunstgebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Nu en straks. Dat lied gaat door. Het bloed van Jezus spreekt voor mij en spreekt mij vrij. En pleit voor mij. Je moet het weten. Snap je nou waarom je niet in de zonde kan leven? Dat snap je nou toch? Je kan niet met het leven spelen. Je hebt er maar één. Het komt erop aan. En dat is niet om je bang te maken. Maar het is omdat we eerlijk moeten zijn naar elkaar. En geliefde, hoe is het dan? Als we dan voor de troon van God, we hebben er net voor gezongen, dan ga ik naar Gods troon. We zingen er wel eens, dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Ja, maar als je daar dan bent, voor die troon. Wat? God zal niet met een cijfer gaan werken, maar wat voor cijfer zou je dan eigenlijk krijgen? Stel dat je dat zou kunnen vragen. Wat voor cijfer krijg je dan? Mag ik eens vragen, wat voor cijfer zou je jezelf geven? Je hoeft niet geen cijfer te noemen hier, maar in je hart. Wat voor cijfer zou je jezelf geven? Ik kan mezelf niet beoordelen. Iets zachter, Mike. Iets zachter, Mike. Ja. Iets zachter. Zachter. Nee, jij iets zachter. Wat voor cijfer zou je jezelf geven? Nou ja. Waarom stel ik deze vraag? Want onze broeder zegt terecht, ja, ik kan mezelf niet beoordelen, dat is waar. Maar als je de meeste mensen vraagt, van, joh, hoe vind je dat je doet? Dan zeggen ze, nou, kan beter. Alles kan beter. Ik ben niet volmaakt. Maar een 7,5 geef ik mezelf. Ja? Alleen we voelen allemaal wel aan, want wij zijn natuurlijk al gepokt en gemazeld in het woord van God, als het goed is. En ik denk dat wij wel aanvoelen, nou, we hebben gezongen over, Heer, u bent heilig. En als wij onszelf moeten gaan beoordelen, zal het dan een 5,6 worden, zo van net met de hak over de sloot? Net voldoende? Of moet je zeggen, als je eerlijk bent, vind je dat je er nog een paar puntjes uit kan slepen? Of moet je heel erg eerlijk zijn en zeggen, ik ben bang dat het gewoon een 1 wordt. Een 0 bestaat niet. Een 1. Een 1 voor de moeite. Voor de moeite dat je geleefd hebt. En dan te mogen weten, want daar komt het op aan, geliefde. Dat is als wij onszelf een 1 moeten geven voor de moeite. Dat daar die O negatief bij komt. Dat daar door de Heer Jezus die 0, die O achter wordt gezet. En dat het zo een 10 mag worden. Ja, maar ik ben toch niet volmaakt? Nee, maar dat is nou juist het punt dat wij als onvolmaakte mensen de toevlucht mogen nemen tot de Heer Jezus Christus die ons volmaakt maakt. Hij werd tot zonde om ons tot rechtvaardigen te maken. Hij heeft het geruild. Niet gerolen, dat is verkeerd Nederlands. Hij heeft het geruild, geliefde. Zijn gerechtigheid
werd mijn gerechtigheid en mijn zonde werd zijn zonde. Hij is voor ons, zegt Gods woord, tot zonde gemaakt. En als we dat door dat oordeel heen moeten, door die schifting, noem ik het dan maar. Ja, dan zegt de psalm inderdaad, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie zou dan kunnen bestaan? Niemand. Dat is een retorische vraag. Niemand. En misschien dat je zegt, ja, maar ik ben best heel religieus. En een moslim zal zeggen, ik bid vijf keer per dag. En ik doe aan de Ramadan. Die ellende die komt nu weer allemaal op. Maar gemeente is allemaal religie. Ja, maar ik bid mijn handen kaal bij de klaagmuur. En ik heb al zoveel briefjes daarin gestopt. En ik draag gebedsdraden en ik heb me laten besnijden. En ik draag keppeltjes en ik doe mijn handen wassen en ik eet kosher. En ik heb mijn bestek en mijn borden heb ik allemaal gescheiden. Dat er geen vermenging komt tussen melkproducten en vlees. En ik heb het allemaal netjes voor elkaar. Dus ik voldoe volgens mij wel aan de geboden van God. Gemeente, dan heb je jezelf nog niet goed leren kennen in het licht van Gods heilig aangezicht. Weet je wat Gods woord zegt? Wij hebben allen gezondigd en derven missen de heerlijkheid van God. We komen er allemaal aan tekort. En weet je, ik heb het alles gezegd, als we naar de maan moeten springen hier vandaan, dan zullen jullie allemaal waarschijnlijk hoger springen dan ik, want ik ben niet zo'n hoog springer. Maar ik weet wel één ding, er is niemand die tot de maan zal springen. En wie wil degene zijn die het hoogste kan springen en alsnog verloren gaat? Geliefde, het is een ruil geworden. En als je over de dunne plank wil lopen, over een afgrond heen, en er wordt daar een dunne plank gelegd die je zelf in elkaar geflanst hebt, een dun plankje van je eigen religie en je eigen gerechtigheid, zou jij het erop aan durven komen? Als het de mens gezet is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel, en je weet dat je maar één kans hebt, en dat daar die onmetelijke, onpeilbaar diepe afgrond is, zou je dat aandurven om over dat plankje te gaan lopen? Ja, maar ik heb af en toe zijn gift gedaan aan de revival gemeente. En ik probeerde altijd wel naar de kerk te gaan. Als ik een beetje zin had en goed uitgeslapen had. En af en toe zong ik nog wel eens wat mee. Oh ja, en ik las ook nog wel eens in mijn bijbeltje. En ik deed nog eens bidden. En ik deed altijd netjes bidden voor mijn eten. Heer, ik dank u wel. Voor het lekkere eten, om Jezus wil amen. Heren, zegen deze spijs, amen. En ik heb eens een keertje een zwerver wat geld gegeven. En daar wil ik het wel mee wagen. Nou, ik denk niet dat je het durft te wagen. Als je één kans hebt, en je kan zo in de afgrond storten, geliefde, ik waag het er niet op. Weet je waar we het op wagen? We hebben erover gezongen. Daarom zongen we dat. Vaste rots van mijn behoud. Als zonde mij benauwt. Laat mij rusten in uw schaduw. Laat mij steunen op uw trouw. Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Gemeente, dat is het. De vaste rots van je behoud. Daar kun je van op aan. Zo kom je aan de overkant. Ik vrees niet meer. Want Christus is met mij. En geliefde, wat prachtig is, is dat, en dat moet je wel realiseren. Er staat hier niet voor niks, we moeten de lijn vasthouden van dit schriftgedeelte. Er staat, dus dat ging over die hoge priester die elke keer weer terug moest komen en elke keer weer offers moest brengen. Maar de grote hoge priester die is voor eens en voor altijd het heiligdom binnengegaan
En die lijn moeten we vasthouden. Dus wat wil die schrijver duidelijk maken? Het is voor eens en voor altijd door de Heer Jezus volbracht. Hij komt niet nog een keertje om te sterven. Hij heeft dat voor eens en voor altijd gedaan. En dan komt dus die tekst. Want het is de mens gezet. Het is voor de mens bepaald. Eenmaal te sterven. En voor de Heer Jezus dus ook, want hij is mens geworden met een hoofdletter. Het is ook voor die mens, ook voor de grote mens, de Heer Jezus, gezet eenmaal te sterven. Maar ook de tweede en daarna het oordeel. Dat was wel weer een openbaring in de voorbereiding voor mij. Daarna is Jezus ook, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Daarna is Jezus ook geoordeeld. Zijn werk is daarna beoordeeld. Hij kan dat wel roepen, het is volbracht. Maar het moest wel beoordeeld worden na zijn dood. Dat staat hier, verzin ik niet. Dat is wat. Maar geliefde, zijn werk is beoordeeld. En hij kreeg te horen voor degenen die daar wat van af weten. Summa cum laude. Dat is van gehoord? Summa cum laude. En dat betekent, cum laude heb je wel zo gehoord, maar summa cum laude is nog een gradatie hoger. En dat betekent de hoogste lof. En voor de echte kenners, en dat mag je thuis opzoeken, summa cum laude met felicitaties. Dat is nog een stapje hoger. Christus is door dat oordeel heen gegaan. En hij kreeg te horen, summa cum laude, met felicitaties geslaagd. De kerk beleidt niet voor niks. Nedergedaald ter helle. Nedergedaald ter helle. En weer opgestaan uit de dood. Opgevaren ten hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Hij zit daar, het is klaar, het werk zit erop. Daarom zit hij daar. Hij hoeft het niet meer te doen. Dat is geen luiheid. Dat is omdat zijn werk erop zit. Daarom zit hij. Mooi hè? Hij zit aan de rechterhand van de Almachtige Vader. En gemeente, dan zegt de Heer Jezus in Johannes 5 vers 24. Het is zo mooi. Dan zegt hij dit. Voorwaar ik zeg. Wie mijn woord hoort, jongelui, jullie ook. Wie mijn woord hoort, zegt de Heer Jezus. En hem gelooft. Dat is belangrijk, hè? Gewoon kijken wat er staat. Wie mijn woord hoort, dat doen jullie nu. En het gelooft, en hem gelooft, in Christus gelooft. En hem gelooft, die mij gezonden heeft. Die heeft al eeuwig leven. Er staat niet alleen je krijgt eeuwig leven, maar die heeft al eeuwig leven. En dan komt het antwoord op jouw vraag. Moeten wij dan door het oordeel? Nou, dan staat hier, die komt niet in het oordeel. Die komt niet in de crisis. Want, er staat nog bij, waarom niet? Waarom komen wij er niet in de crisis? Ja, je hebt al het eeuwige leven. Dan ben je al overgegaan uit de dood in het leven. Je leeft nog wel, je ademt hier nog wel. Maar geestelijk gesproken, je geest is al tot leven gekomen. Door het geloof in Christus. Moet je wel door de dood heen. Want ja, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Daarna vindt wel dus die scheiding plaats. Dat wel. Maar we hoeven niet door dat eindoordeel meer heen. We hoeven niet door de crisis heen. Waarom? Dat hij door de crisis gegaan is. In jou en mijn plaats. Weet je wat er dan ook staat? Vind ik ook zo mooi vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand. Hij heeft het oordeel aan zijn zoon gegeven. Dat is ook wat, hè? Moet je eens over nadenken. Wij denken toch vooral na over de Vader die dan dadelijk gaat oordelen. God, de Vader, die daar op de troon zit en die dan heel nauwgezet alles in de gaten houdt wat we doen. En die eigenlijk altijd nee moet schudden van ellende, van wat hij allemaal ziet. Maar de Vader oordeelt helemaal niet, staat hier. De Vader heeft, dat is wat, hè? De Vader heeft een oordeel aan de Heer Jezus gegeven. En hij gaat straks
oordelen. Het staat zelfs, hij heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven. De Vader gaat niet meer oordelen. De Heer Jezus gaat dat doen. Het is op hem gelegd, op de Heer Jezus. Hij heeft het gedragen. En voor degenen die dat niet willen accepteren, die zullen dus straks dat oordeel zelf moeten gaan dragen. Dit is eigenlijk, weet je wat het eigenlijk gewoon is, lieve mensen? Het is, God heeft het zo laagdrempelig gemaakt voor ons. Het is heel simpel. De Heer Jezus heeft het hele oordeel in onze plaats gedragen. Hij heeft zijn bloed gegeven tot een volkomen verzoening van alle zonden. Hij heeft alles klaargemaakt. Het is volkomen volbracht. Het is volkomen genade. Het is 100% uit genade allemaal aan ons verschonken. Er is alleen één manier om het te krijgen. Je hoeft alleen maar door geloof te accepteren. Dat is genoeg. Kun je daarna maar raakzondigen? Nou ja, als je dat per se zou willen. Ik ga het maar even zo zeggen. Het is niet verstandig. Ik heb pas uitgelegd waarom het niet verstandig is om dan maar raak te zondigen. Omdat je dan Satan de ruimte geeft om jouw leven ziek en kapot en zwak en misselijk te maken. En omdat je andere mensen daarmee kwetst en raakt. En noem maar op, en jezelf. En je kan ziek worden. Je kan de duivel ingang geven doordat jij zondigt. Maar van Gods wegen uit is er geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is een radicaal evangelie, maar dat is waar. God gaat niet minder van je houden, heb ik toen gezegd, maar jij gaat wel minder van God houden als je zondigt. Het tast je leven aan, dat wil God niet. En daarom zegt hij, doe het nou niet. En straks, als dan dat moment aanbreekt, we hebben het ook gezongen. Eenmaal als de stonde slaat. Als die klok slaat. Als het uur is aangebroken. En dit lichaam sterven gaat. Als mijn ziel uit de aardse woning... opklimt tot des rechter stroom, rots der eeuwen in uw schoot. Berg mijn zielen voor de dood. Voor eens en voor altijd. Er staat trouwens nog wel wat bij, hè? Er staat, ik weet niet of je het gelezen hebt, vers 28. Dan gaan we een klein stukje verder. Oh ja, we hebben hem al. Daar staat, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is, om de zonde van velen weg te dragen. Er staat niet de zonde van allen weg te dragen. Dat is wel opvallend. Want ja, het offer van de Heer Jezus is toch voor iedereen. Ja, dat roept de theologische vraag op. En daar zijn ze al eeuwen over aan het steggelen geweest. Dat gaan wij nou maar niet doen, want we hebben geen eeuwen de tijd. Maar daar zijn ze al eeuwen over aan het steggelen geweest. Is het offer van de Heer Jezus nou voor iedereen of is het voor velen? En voor alle twee de standpunten is wat te zeggen. Laat het zo zeggen, geliefd. Laat ik het zo samenvatten in één zin. Het offer van de Heer Jezus, ik heb net gezegd, één druppel van het bloed van de Heer Jezus is genoeg voor alle zonden van de hele wereld, van alle mensen, van alle tijden, van alle plaatsen. Daar doen we niks aan af. Daar zit zoveel kracht in, dat is ongekend. En waarom staat hij dan toch voor velen? Ja, omdat lang niet iedereen er gebruik van maakt. Sterker nog, de meesten maken er helaas geen gebruik van. Die denken het zelf al te kunnen. Ik gedraag me redelijk. We doen allemaal wel eens wat fout. Ik ben ook niet volmaakt, maar ja. Dat is niemand. En zo wordt de zonde vergoeilijkt. Gemeente, alleen degene die de toevlucht nemen tot Christus. Die worden gered. Dat is zo geweldig. En dan wil ik jou toch die vraag stellen. Heb jij dat nou gedaan? Jong en oud. Jongeren, jullie ook. Heb je dat nou gedaan? Heb je nou je vertrouwen gesteld op de Heer Jezus? Want je hebt maar één kans straks. Eén leven. Mag je straks nou horen. Wat Hebreeën 8 vers 12 zo mooi zegt.
Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn. En hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Dat is toch ongekend? God zal niet meer denken aan je zonde. En wij zitten er vaak wel aan te denken. Oh, wat heb ik gedaan? Wat ben ik stom geweest? Ik had dat niet moeten doen. Is dat verkeerd? Nou ja, het is wel goed dat je beseft wat je gedaan hebt, toch? Anders ga je het weer doen. Alleen als je jezelf blijft beschuldigen, terwijl God het al lang heeft weggedaan. En terwijl hij al lang zegt, waar heb je het over? Ik ben het helemaal vergeten. Hier staat het, ik zal er niet meer aan gaan denken. Weet God dat dan niet meer? Hij weet alles. Maar hij zegt, hij belooft plechtig, ik ga niet meer aan die zonde van jou gedenken. Ik doe het niet meer. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Wat een evangelie, lieve mensen. Daar word je toch blij van. Dat is toch geweldig. Dit is de kern. Hoe kan dat dan? Ja, hij heeft alles laten imploderen in de Heer Jezus. We hebben wel eens gehoord van een zwart gat in het universum. Daar gaat alles in, je ziet het niet meer terug. Zelfs de zwaartekracht wordt erin gezogen. Het is zo'n apart gebeuren dat. Het is duizelingwekkend. En ik zag laatst een animatiefilmpje dat wat zou er gebeuren als de aarde bij een zwart gat zou komen. En dan zie je hem zo langzaam erin verdwijnen en opeens ploep is hij weg. Wordt gewoon helemaal opgenomen, het is weg. Gemeente, de vergevende genade van de Heer Jezus is als het zwarte gat. Noem ik maar even zo. Al onze zonden, hoeveel het ook zijn. Het wordt door hem meegenomen en weggedragen. En u weet dat Corrie ten Boom altijd al zei, dan is het ook verboden te vissen in die vijveren van de zon. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is, om de zonde van velen weg te dragen. En dan komt er een zinnetje en dat is een beetje een moeilijke. Ik denk niet dat jullie dat gelijk gesnapt hebben, want ik snap hem ook niet gelijk. Dan staat er, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is een moeilijk zinnetje. Voor de tweede keer zonder zonde, wat ermee bedoelt? Ik ga jullie het uitleggen. En dan snappen jullie het wel. Jezus komt voor de tweede keer. Dat weten we wel. De eerste keer was in Bethlehem. De tweede keer komt hij terug. Ja, misschien zelfs wel drie keer, hè? Als je het er goed over nadenkt. Want hij komt nog een keertje terug om zijn gemeente thuis te halen. Of dat nou voor of na de verdrukking is, dat laten we allemaal even rusten. Maar hij komt nog een keertje om zijn gemeente thuis te halen. En daarna komt hij om te oordelen. De levende en de dood. Maar laten we het even hierbij blijven. Hij komt een tweede keer. De eerste keer, zei ik al, was Bethlehem. En de tweede keer komt hij in heerlijkheid. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dit is zo mooi. Dan staat erbij, hij komt de tweede keer komt hij zonder zonde. Ja, dat betekent niet dat Jezus de eerste keer met zonde kwam. Dat betekent het niet. Nee, wat er hier bedoeld wordt is dit. Hij kwam de eerste keer om ons zondeprobleem weg te nemen. Om het kruis te gaan en te vergeven en het kwijt te schelden. Dat was de eerste keer. Toen kwam hij in onze zondige wereld en ons zondige bestaan. Hij werd mens, hij moest lijden, hij voelde alle pijn en noem maar op. Dat was in de zonde, hij kwam in de zonde. En toen heeft hij dat zondeprobleem weggenomen. Maar de tweede keer dat hij komt, geliefde, komt hij, dit is het goede nieuws, komt hij zonder zonde. Met andere woorden, dan komt hij niet meer. Mag ik het één keer zo zeggen? Hij komt dan niet. Ja, het is geen zeuren, maar u snapt wat ik bedoel. Hij komt dan niet meer zeuren over het zondeprobleem. Daar heeft hij het niet meer over. Als hij daar de tweede keer terugkomt, dan is het voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Dan gaat hij niet meer over die zonde beginnen. Want hij is voor eens en voor altijd gekomen. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat geldt ook voor de Heer Jezus. Dus hij komt de tweede keer zonder te beginnen over die zonde. Dan is er geen zondeprobleem meer. Want alles is voldaan. Wie het geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niets. Dan is het alleen maar degene die je verwachtte tot zaligheid. Zonder zonde. Lieve mensen, wij hoeven dan niet meer te zeggen, oh Heer Jezus, en alsjeblieft, en vergeef het toch, en nou, komt u terug. En ik wist dat u terug zou komen, alleen ik heb er niet helemaal goed rekening mee gehouden. En ik wil eens nog vergeving vragen, en ik ga zo op een knieën plat op de grond, oh wees maar genadig, dit en dat. Nee, hij komt de tweede keer terug, zonder zonde. Dan wil hij niet dat we zo liggen daar, op de grond. Misschien dat we uit ontzag voor hem wel neer zullen vallen, dat sluit ik helemaal niet uit, of achterover, of voorover, maakt jou het uit, ja. Elke knie zal zich buigen. Maar daar gaat het nou niet om. Als hij de tweede keer terugkomt, geliefde, is het niet omdat we dan een zondeprobleem hebben. Maar is omdat we hem dan verwachten in heerlijkheid. Dat is een verschil, hè? Ben je dan nog een arme zondaar? Of mag je dan weten, nee, ik mag door het geloof in Christus rechtvaardig voor hem staan. En daarom hoef ik niet bang te zijn. Als hij dan komt, dan mag je misschien wel zo gaan staan. Mag je zeggen, oh, daar komt dat moment. Ik heb hier zo naar uitgekeken. Dan hoef je niet meer plat op de grond vanwege je zonde. Maar dan mag je zeggen, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En als dat dan staat, dan ga ik daarmee stoppen hoor, maar... Als dat dan al staat, we verwachten hem tot zaligheid. Weet je wat voor Grieks woordje dat is? We verwachten hem tot soteria. Daar heb je wel eens van gehoord. Soteria, als je die hebt gehoord, is niet erg. Maar soteria is ja, niet alleen zaligheid, maar het is eigenlijk alles. Soteria is verlossing, is redding, is bevrijding, is zaligheid inderdaad. Het is alles wat Christus heeft volbracht. Genezing zit daarbij. Alles is soteria. De tweede keer als de Heer Jezus komt, gaat het niet meer over de zonde. Daar is hij de eerste keer voor gekomen. De tweede keer gaat het over redding. Gaat het over bevrijding. Gaat het over zegen. Gaat het over binnengaan in Gods heerlijkheid. Gaat het over de rijkdom die er is in Christus Jezus, onze Heer. En dan zal onze zonde in eeuwigheid niet meer te gedenken. En op het moment dat wij dan toch wagen om dan te zeggen, ja maar Heer Jezus, u komt dan wel in heerlijkheid. Maar ja, ik ben een arme zondaar. Dan zal de Heer Jezus zeggen, waar heb je het dan? Heb ik het dan niet volbracht? Je mag daar niet meer over beginnen. Want zover het oost is verwijderd van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen. Van ons. Het enige waar ik nou nog aan gedenk is niet meer aan die zonde. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daar denkt hij wel aan. Mooi hè? Daar gaat hij aan denken. Niet meer aan je zonde, maar wel aan zijn verbond. Aan zijn verbintenis met jou. En dan moet er nog één vraag stellen. Hoe zit het dan met de ongelovigen? Moeten we daarmee eindigen? Ja. Want we moeten wel met twee woorden spreken. Want stel dat iemand dit later luistert, ook nog eens op internet. En die de Heer Jezus nog niet kent, dan moet hij het wel weten hoe die gered kan worden. Geliefde, het is wel zo dat op het moment dat je niet dat offer van de Heer Jezus hebt aanvaard, zijn volbrachte werk, zijn oordeel, de zonde die hij gedragen heeft, als je zegt van dat hoef ik allemaal niet. Zoals er vroeger een lied was van een Nederlandse zanger. Red mij niet. Red mij niet. Ja, als je geen redder wilt. Als je niet kunt zingen. Wanneer mijn redder sterft voor mij. Ja, dan moet je dat oordeel zelf gaan dragen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En als je zonder Jezus geoordeeld moet worden, wat kun je aanbieden dan? Niks. Ik kan niks aanbieden. De Bijbel vergelijkt dat met stro en hooi dat door het vuur heen gaat. Daar komt niks uit. Dat verbrandt.
Onze God, zegt de Bijbel, is een verterend vuur. Ach, wie zal dan bestaan? En dat is de reden waarom u gaat evangeliseren. Dat is de reden waarom we mensen vertellen over de Heer Jezus. Dat is de reden waarom we mensen wijzen op Christus. Want dan ben je behouden. En anders ben je verloren. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan zegt Hebreeën 10, als wij willen en weten zondigen, nadat wij kennis van de waarheid hebben ontvangen, ja, dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Dan is er niet nog een Jezus die ooit gaat komen. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit. Er komt niet nog een slachtoffer voor de zonde. Zie het hier staan. Er is geen slachtoffer voor de zonde meer. Jezus was het slachtoffer voor de zonde. Er is niet een tweede. Er is niet een Jezus 2.0. Maar slechts een verschrikkelijke verwachting van het oordeel. Ja, het staat er gewoon. Hè. En een verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Nou, moeten we daarmee eindigen? Nou, laten we hiermee eindigen dan. Geliefde, want anders zal het zijn met Gods kinderen. En dan zegt je 1 Johannes 4 vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel. Zie je dat? Want gelijk hij is, zo zijn wij in deze wereld. Als Christus zijn, hier staat het. Durf je dat te zeggen? Zoals hij is, zijn wij in deze wereld. Zoals Jezus is. Nou, wie zal dat durven zeggen? Maar dat is wat Johannes hier zegt. Niet in het vlees, niet in je ziel, maar wel in je geest. Je wedergeboren geest. Zoals Jezus was, zo mogen wij zijn in deze wereld. En dan hebben wij vrijmoedigheid op de dag van het oordeel. Gemeente, het zal wat zijn. Als de bazuinen klinken, als de miljoenen engelen komen, als Christus daar verschijnt, als de Zoon des Mensen, hè? In macht en heerlijkheid, maar wel als de Zoon des Mensen. We zien een mens. We zien zijn doorboorde handen. We zien zijn doorboorde voeten. En dan krijgen we te horen, dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij komt. Amen. Hij komt in de Heer. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Heer, wat een zegeningen. We prijzen u, Heer. We danken u, Heer. En zo mogen we ook het avond.